schrik is ervan gekomen. Hollands kreeg het blij bericht. Door heel Holland ging een juichkreet. Ziet het woord in Holland licht. Het is niet langer meer een sprookje. Het is geen fantasieverhaal. De eerste vrouw is in de kamer van de Staten-Generaal. De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding die zich nationaal of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van emancipatie. Zonder hem, als een zondag zonder voetbal, als een trouwdag zonder trouw. Khadija zei, als ik niet op mijn 15e naar Nederland was gekomen, was ik geen andere mens geworden. Het is waar, alles wat Khadija een uniek rolmodel maakt, zou overal op aarde tot bloei zijn gekomen. Maar wat zijn we gezegend dat ze naar Nederland kwam. Dankjewel. Democratie en inclusiviteit gaan over gelijke kansen en gelijke rechten van alle burgers om als volwaardig deelnemer een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving. Mijn bewondering is groot voor de manier waarop Kamervoorzitter Arib deze kenwaarde voorleeft. Dank u hartelijk hiervoor. De jury concludeert dat Khadija Arib, net als Aletta Jacobs, weet wat het is om tegen de stroom in te zwemmen. Om niet aan de heersende regels te voldoen, om je ambities te volgen, ook als dat moeilijk en niet passend is voor een Marokkaans meisje. In haar rol als Kamervoorzitter is zij in haar element en is zij elke dag een leidend voorbeeld van waar een democratie voor staat en voor moet staan. En dat is belangrijk juist in een tijd waarin politieke leiders elders op deze wereld de democratie lijken te gebruiken als het hen uitkomt. En er niet voor terugdeinzen om die democratie vanuit eigen belang te verzwakken. Arib staat pal voor een sterke democratie en wil dat iedereen, dus alle groepen in onze samenleving, democratische waarden onderschrijven. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het levensverhaal van Khadija Arib maakt duidelijk dat dit het niet is. Haar rol als dagelijks hoedster van de democratie is dan ook niet alleen iets waar we vandaag heel erg trots, maar vooral ook heel zuinig op moeten zijn. In je kamer bij elkaar, ik hoor je al interpelleren. Suze, is de koffie klaar? Kijk, nu wordt het pas gemoedelijk. Jullie zitten net als thuis. Zij zit achter de verstelmand. Of ze stopt een sok van duis. Als een kachel zonder kolen. Als een kaartje zonder tram. Als een huisvrouw zonder zeepbom. Als een meisje zonder hem. Als een zondag zonder voetbal. Als een trouwdag zonder trouw. Als een laren zonder toestem. Is een kamer zonder vrouw. Toen ik in 2017 had besloten om als Tweede Kamer niet mee te doen aan de viering van 100 jaar kiesrecht in 2017, maar in 2019, had ik nooit durven dromen dat mij dat zo een prachtige prijs zou opleveren. Ik wilde recht doen aan de strijd van al die vrouwen en mannen, vooral vrouwen en arbeiders, die hebben gestreden voor het recht om te kunnen stemmen, actief en passief. Ik wilde eigenlijk recht doen aan de geschiedenis. Ik wilde recht doen aan Aletta Jacobs. Dank jullie wel.